Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Goedemorgen René. Ik ben Sergio. En we gaan vandaag een awareness video maken bij het Haags Dierencentrum. Het dierenasiel van Den Haag. Een van de grotere van Nederland. Ja. En de oudste. Ja, we zijn uitgenodigd. Ja, we willen gewoon even hun wat meer onder de aandacht brengen. Omdat ze zoveel doen voor onze lieve diertjes. Ja. Ik heb er zin in. We horen de hondjes al. Ja, ik hoor ze inderdaad al blaffen. Als het is nu voor de tijd. En we gaan eens eventjes kijken wie ons gaat ontvangen. En wat we als eerste gaan doen. Gaan jullie mee? Yes! Dat is een hele zware hond. Volgens mij. Oeps, wind. Het is geen ding met een automatische sluiter. Nee, inderdaad. De medewerkers vinden dat nog even vroeg. Begrijp ik, ja. Goedemorgen. Morgen. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Hoi, ik ben Inge. Hoi. Hoi, Inge. Zo. Goedemorgen. Ja. Hallo, schat. Zo. Hoi. 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 Hey, hallo. Ben je daar hey. Ook? Hoi. Sorry. Schat. Ik ben heel blij. Ah, ja, oh, die is schat. Leuk. Kom eens kijken, Dat kan ik voor je opzoeken. Ergens onder in een flatgebouw. Nou, naast het asiel hebben ze dus ook een dagopvang. Dus voor de mensen die heel de dag werken en het zielig vinden dat hun hondje zo lang alleen is. Vangen ze die hier ook. En wordt goed voor gezorgd. Ze kunnen lekker uitrennen, drinken. En ze zijn wel lekker luidruchtig. Ze willen dit ook gaan opleuken. Dus als iemand vrijwillig deze hele mooie muren beschilderen met een gave graffiti of om het gewoon een beetje vrolijker te maken. Dus laat ik even weten, het zou super tof zijn. Of dat wel een beetje fleuriger van. We zijn bezig met de grote schoonmaken hier zo. Ja. Zo'n mooie huisjes krijgen. Ik zie je duidelijk dat voordat de diertjes samen gaan. Je weet van nou die is al wel samen geweest met een andere en die niet. We zijn inmiddels buiten bij het quarantaineverblijf van de katten. Er worden hier zo'n 60 tot 150, wat zijn ze, 150 katten opgevangen. In het hoogseizoen is het hier ontzettend druk. Katten moeten natuurlijk gesteriliseerd, gedragspatronen bekeken worden of ze het zijn voor herplaatsing. Ze zijn ontzettend lief hier voor de diertjes. Ze krijgen allemaal de eigen hok, allemaal voor apart eten. De verzorgers die willen liever niet zo prominent op beeld, dus dat moeten we een beetje passen en meten. Maar je krijgt een jasje aan voordat je naar binnen gaat en alles voor de dieren. En als ze vervolgens na een tijdje gezond bevonden zijn, dan gaan ze volgens mij naar beneden en dan mogen ze ook wat meer vrij rondlopen. Maar ik heb ontzettend veel respect voor iedereen die hier werkt. Die schrijven op of ze goed eten, of ze normaal drinken, goede ontlasting hebben en hun plasgedrag. Ja. Dus ze houden gewoon per dag bij, zodat we ook kunnen zien of het wat bijzonders is. Ja. Nee, ziet gelijk maar, heeft alles gegeten. Dat is gewoon niet zo bang voor bij hem. En hij zit nu als alleen hier dan? Ja, inderdaad. Hij heeft nu een uur open. Oh. Omdat we zijn urine op moeten vangen vandaag. Dus okay. Dan heeft hij nu een bak met vuilniszakken erin, zeg maar, zodat we de urine eruit kunnen aanschappen. Vissen, oké. Okay. Nee. Je neus zit al gelijk vol, of niet? Nee, valt me. Maar ik ben ik allergisch. Ja. Ik ga het ook niet opzoeken.
Ja, ik leg al het lief met water, omdat hij heeft heel vaak kleine plasjes. Dus blaasgeis en net zo spoelt het goed door. Oké. Dus vandaar dat hij wat extra krijgt. Poepies. Hallo. Worden jullie zo lekker schoongemaakt? Hé? Hallo. Oh, ik zag je niet. Ik hoorde je wel. Nou, dit is George. George is bij ons binnen gebracht als zwervertje. En heeft nu haar 14 dagen hier uitgezeten. Dus mag ze gesteriliseerd worden. Toen ze bij ons binnenkwam was ze echt heel, heel erg angstig. En lag ze eigenlijk alleen maar in een hoekje. En je ziet dat ze dit ook wel heel erg spannend vindt, wat er allemaal gebeurt. Maar ze is in ieder geval al een stuk bijgekomen qua gedrag en blijdschap. Als ze niet op de dierenartstafel staat, hè? Schattig. Is het een kleintje, is het een puppy of is het? Het is een maandje op. 8. En wat gaan we vandaag doen dan? Vandaag gaat ze gesteriliseerd worden, dus we gaan de eierstokken eruit halen. Dat gebeurt in principe met alle beestjes die bij ons binnenkomen. Die worden nadat ze 2 weken gezeten hebben, standaard gesteriliseerd of gecastreerd. Ja. Het is natuurlijk eventjes een beetje een angstig momentje. Ja, die is soms een beetje spannend. Konden we het maar vertellen, hè, dat het allemaal is voor een betere, ja, een betere toekomst. Ja. Is dat dan door de prik zelf of door de narcose, dat wat ze onprettig vindt? Ja, de narcose, en het is vaak een beetje spannend en ja, ook een beetje prikken en daar schrikken ze soms van en dan kunnen ze een beetje piepen. Beetje anders bij elkaar. Ja. Geen flauw idee wat er gaat gebeuren natuurlijk. Nee, precies, ook dat. Dus dat maakt het allemaal bij elkaar wel een beetje eng. Ja, ze gaan vrij snel slapen. Je spuit het direct in de bloed valt, dus dan is het is het echt meestal binnen 5 minuutjes dat ze ver genoeg weg zijn en dat we de voorbereidingen kunnen gaan doen. Ja. En hoe lang werk jij hier al? Ik werk hier nu zo'n 12 jaar. Zo? Ja. En ik hoorde dat jij echt een beetje de specialist bent die echt ook een gedragstherapeut en hebben daar een opleiding voor gedaan? Ja. Zodra ik hier ben gaan werken, daarvoor was ik eigenlijk al dat ik een beetje een mooie school en cursus liep. Zodra ik hier aangenomen werd, ben ik ook echt de opleidingen gaan volgen. Bij Cursus in Barneveld en daar heb ik tot en met de gedragstherapie gedaan. Oké. Dat heb je hier wel nodig waarschijnlijk. Ja, ja. Wat voor honden krijg je hier allemaal? We krijgen heel veel wisselende honden. Alles komt hier eigenlijk binnen. Van heel klein tot heel groot. Van pup tot echt heel oud. Ja. En jullie doen niet alleen asiel, maar dus ook hondenpension en dagopvang? Ja. Klopt, een soort van crash. Ja, ik zelf werk echt op de asielafdeling van honden. Maar we hebben dus inderdaad ook een pension voor honden en katten. Dus als mensen op vakantie gaan of tijdens voor de hond of kat kunnen zorgen, kunnen ze hem hier onderbrengen. En we hebben van maandag tot en met vrijdag ook een dagopvang. Waar voor de honden is dat alleen. Die ze dan 1 of 2 dagen in de week kunnen brengen. Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat niet heel erg bekend is, hè? Ik bedoel, je denkt vooral, het is een asiel, maar dat mensen ook gewoon voor de dag opvangen, ze het zielig vinden, dat hun honden alleen zitten, dat ze gewoon leuk... Wat doen jullie op zo'n dag met zo'n hond? Er wordt sowieso gekeken tussen de honden die komen, meestal honden hebben een vaste dag, of daar een match gemaakt kan worden met andere crèchemootjes, zodat ze de kennis kunnen delen en echt sociaal contact kunnen hebben, lekker kunnen eten op de patio's. Ja. Oh. En verder wordt wat gewisseld, we hebben er matches gemaakt, lichter speelgoed. Basis kunnen zich vermaken. Ja, leuk. En wat gebeurt er met, de honden die komen hier binnen? Ja. In wat voor situatie komen de asielhonden hier binnen? Wat is het ergste wat je hebt meegemaakt met een hond die hier is gebracht eigenlijk? Nou ja, er zijn meer schrijnende gevallen gewoon. We hebben hier ooit een keer een hele jonge pup ook binnengekregen die echt zo ontzettend vermagerd was.
ja, waar je gewoon echt van de meest verschrikkelijke filmpjes, zo'n filmpje zeg maar. Ja. Ja, dat is natuurlijk ontzettend triest. Ja. Ja. En zijn dat dan honden die vanuit een huis geplaatst zijn, zeg maar? Of zijn die op straat gevonden? Maar die honden zijn dan natuurlijk op straat gevonden. Okay. Daar komt niet een eigenaar mee aanzetten. Maar ja, die komen natuurlijk wel uit hun huis. Ja. Daar komt ze vandaan. Ja. Wat gebeurt er met zo'n asielhond voordat jullie zeggen van nou, nu is ze weer klaar voor adoptie, zeg maar? Ja. Nou ja, het is een beetje een verschil tussen de honden die afgestaan worden en de honden die als zwerf binnenkomen. De zwerfdieren zijn verplicht 14 dagen te houden, zodat de eigenaar nog de kans heeft om ze op te komen halen. In die 14 dagen gaan we natuurlijk wel met de honden aan de slag. Ze gaan heel snel naar de dierenarts, dan worden ze nagekeken, dan worden ze geënt en getipt als ze nog geen tip hebben. En vervolgens gaan we hun gedrag bekijken. Dus hoe reageren ze op andere honden, hoe reageren ze op ons personeel, hoe reageren ze op de vrijwilligers, hoe reageren ze bij de kliniek. Hoe reageren ze als we ze op het veld zetten, maar ook als we ermee naar buiten lopen. En ze komen paarden tegen, fietsers, auto's, nou, noem alles maar op. Ja. Zodat we eigenlijk zo snel mogelijk het plaatje compleet hebben van, goh, wat heeft die hond dadelijk nodig en wat voor soort situatie kunnen we plaatsen, waar wordt die gelukkig van en waar hebben we mee te maken? Is er nog gedrag waar we iets mee moeten? Na die 14 dagen is hij dan wettelijk gezien van ons, dus mocht er dan nog een gebit gedaan moeten worden of een sterilisatie of castratie, dan mogen we die pas na die 14 dagen inplannen, dus nog niet daarvoor. Okay. Tenzij het echt medisch noodzakelijk is en het levensbedrijf waar hij aan geopereerd moet worden, hoef je natuurlijk niet af te wachten. Ja. Nou ja, en als dat dan gebeurd is, dan wordt hij ook medisch gezien vrij verplaatsing gegeven. En dan gaan we een verhaal maken, worden de foto's gemaakt en dan komt hij op de paal hangen en op de website. Ja. En van afstandshonden weten we vaak natuurlijk al meer. Ja. Maar ook die gaan we datzelfde traject in om te kijken hoe ze hier reageren op naar alles wat ik net ook noemde. Want ook wij moeten daar natuurlijk een goed beeld van hebben. Ja. En nou, ik wel degene die dit papier heeft tot en met de gedragstherapie, maar iedereen op de hondenafdeling heeft opleidingen gehad of volgt de opleidingen tot aan in ieder geval kinologisch instructeur. En dat wil zeggen dat ze in ieder geval de basismodule over het hondengedrag hebben gehad en het aanbieden van oefeningen en opvoedoefeningen. Ja. Die gewoon nodig zijn. En dat is gewoon voor iedereen. Dat is redelijk uniek. En hetzelfde is op de kattenafdeling. Daar hebben we kattengedragmodules gedaan. Dat is gewoon van groot belang om het gedrag van zo'n hond of van zo'n dier goed in te schatten en daarmee goed verder te kunnen. En ook een nieuwe eigenaar daarmee te kunnen adviseren. Ja, ja, want jullie hebben wel echt per hond ook dus een schetsing van nou, bij zo'n familie zou die geplaatst kunnen worden. Ja. En op wat voor sites kunnen ze deze dieren allemaal vinden? Op onze eigen site staan ze, dus www.haagstierencentrum.nl. Dat staat doorgelinkt aan www.asieldierenonline.nl. En verder staan onze honden nog op www.dierenasiels.com. Okay, ja. En verder is het natuurlijk dat ze op Facebook gepromoot worden en vanaf daaruit merken we ook wel weer dat andere stichtingen of organisaties met haar plaatsingen doen via Facebook dat ook weer verder deelt. Ja. In legale groepen. En jullie hebben natuurlijk, jullie kunnen niet alles gratis doen hier zo. Jullie hebben veel hulp nodig, ook van vrijwilligers. En dus mochten jullie denken van nou, dit lijkt me geweldig, meld je aan, zou ik zeggen. Er is ook genoeg om hier te doen. Ik heb net al aangegeven van het ziet er een beetje somber uit. En dat komt omdat al het geld natuurlijk naar die dieren gaat. Ja. Dus als de vrijwilligers zijn die denken van nou, ik kan een leuke muurschildering maken, om het gewoon een beetje op te fleuren, zeg maar. Meld je alsjeblieft. En als mensen nou een hond willen adopteren, zijn er kosten aan verbonden? Worden ze zelf ook even nagekeken in de zin van wat voor gezin zit je? Ja. Nee, als mensen geïnteresseerd zijn in de hond, kunnen ze. Is het advies om even te bellen om telefonisch een afspraak te maken, zodat we echt de tijd hebben om met de mensen te gaan zitten. Ja. En dan hebben we in eerste instantie een gesprek om te kijken waar de mensen naar op zoek zijn. Inderdaad, hebben ze kinderen waar de hond samen mee moet kunnen? Hebben ze nog een andere hond of andere huisdieren?
Dus dan nemen we dat door, zodat wij een beetje ook een beeld hebben waar de mensen naar op zoek zijn. Soms hebben ze zelf een hond gezien waar ze meer over willen weten, dan vertellen we dat natuurlijk. Ja. Maar stel dat op een of andere reden die hond toch niet geschikt is, dan weten we wel waar ze naar op zoek zijn. En dan weet ik wel van de 46 honden die we bijvoorbeeld nu hebben zitten, of daar niet een andere leuke geschikte voor ze tussen zit. Ja. Dus dan vertellen we alles wat we weten en dan als de mensen dan zeggen ja dat klinkt echt goed, dan halen we de hond naar voren en dan kunnen ze kennis maken met de hond. Ja. De wandeling maken. Het is wel zo, een hond gaat nooit dezelfde dag mee. Dus we willen altijd dat mensen er nog even goed over nadenken als ze de eerste kennismaking hebben gehad en alle informatie over ze heen hebben gekregen. Ja. Soms komt ook niet heel het gezin in eerste instantie direct mee. Dat is wel een voorwaarde voor plaatsing. Dus stel dat vader en moeder alleen gekomen zijn of moeder en kinderen alleen en er wordt een partner bij. Dan willen we iedereen gezien hebben van het huishouden voordat de hond daadwerkelijk meegaat. Is er nog een andere hond, dan wordt dat hier ook getest. Om te kijken of de honden met elkaar kunnen opschieten. Ja. Mochten ze nog een kat hebben, dan wordt dat niet met de betreffende kat zelf getest. Maar dan zorgen we wel hier altijd dat we de hond zelf nog een keer hebben getest met een asielkat. Omdat wij nog wel weten dat het goed gaat. Ja. Ja. En dat eigenlijk mensen verder de informatie nemen zodat ze uit de test kunnen blijven. Goed zeg. Dus ze zijn allemaal naar de dierenarts geweest. Dus als de hond hier vandaan komt, zijn ze allemaal getipt, goed geënt. Dus binnen 3 maanden de naplaatsing zorgen we dat die nog voor het jaar geënt is, zeg maar. Dus dan wordt die nog een keer geënt. En gecastreerd of gesteriliseerd. En het is een bijdrage die we denk ik wel moeten vragen. Ook willen we überhaupt blijven voortbestaan. Ja, je merkt het nu al, je kan me ongeveer voorstellen wat deze hond eet. Die zit hier dadelijk een jaar. Die is dan inmiddels al 2 keer geënt. Was deze geloof ik wel gecastreerd, maar heeft ook alweer een keer een zalfje nodig gehad voor zijn oog. Dus dat overstijgt die €155 die iemand dadelijk gaat betalen, die heeft hij al lang opgegeten, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Ja. Ja. Ik zou zeggen, laten we eens even kijken wat voor mooie beestjes er allemaal zijn. Ja, goed. Ja? Leuk. Cool. Ben jij dan weer naar kantoor? Je bent zo zwart dat we je niet eens zien. Nee, het is verschrikkelijk om je te zetten. Oh ja, dat is. En moet jij nog een ijsje? Oh, I can tell there's something about
Ik zou wel eens een beetje gehuizen. Ja. Om het een beetje beter te maken. We wilden gelijk symbolisch. Dan zijn we dat jullie er ook al mee bezig waren geweest. Maar we hebben naar je geluisterd. Super goed. En jij mag ze voor ons weggooien. Perfect. Yes. Hartstikke blij. Maak geen slipkettingen. Luister goed. Geen slipkettingen. Want? En Kijk. Dit is gewoon een nieuwe standaard. Ja. Nee, want slipketting wordt alleen maar geassocieerd met pijn en onfijn gevoel voor de hond. Dus dat is gewoon niet goed. Ja. Dus een gewoon tuig of een gewone halsband is prima. Ja. Ja. Positieve gedragstherapie. Zo. Het is lekker weertje vandaag, maar we gaan weer naar huis, jongens. Ja. Het was het Haagse Dierencentrum. Wat een ontzettend mooie plek. Dedicated people. Terwijl ik bijna over een stoeprandje val. Nee, mensen met ontzettend veel kennis en liefde voor de dieren. Ja. En ik heb er heel veel respect voor gekregen. Wat jij? Ja, absoluut. En ze zijn dus niet alleen voor asiel, maar ook een pension. Ja, eigenlijk gaat al het geld wat ze binnenkrijgen en dus gaat naar de dieren. En de medewerkers zitten nog net niet op kratjes. Dus steun ze. Ze hebben het echt nodig. Ja. En elke donatie is welkom. Precies. En denk als je een hondje wel niet, denk dan ook eens aan het asiel. Want daar zitten heel veel lieve honden, katten, wat dan ook. Kunnen gebruiken en zij ook heel veel te bieden hebben. Dus ga vooral ook naar hun website. Haagsdierencentrum.nl. En vonden jullie ons filmpje weer leuk? Graag een like. Blauw duimpje. En vergeet niet te abonneren. Abonneren. En we see you next time. Doei!